Goedemorgen vanuit Elbestan. Het weer ziet er al een pak beter uit dan gisteren, toen ik noodgedwongen ben moeten stoppen van regen en kou. Ik ben blij dat ik hier heb kunnen overnachten, maar het is nog een 100 kilometer voor Malitaya. En daarna rijden we verder richting het oosten. En dan zien we wel weer hoe ons pad loopt, hè. Ik ga vanuit mijn hotelletje hier in Elbestan vertrekken richting Malatya, dus zoals gezegd. Oké, we zijn ermee weg. Zo, dit was mijn hotelletje en we zijn richting Malatya. Je kunt dat op beeld eigenlijk niet goed zien, maar ik had het gevoel dat ik hier bovenop de Grand Canyon aan het rijden was. Maar dan hier en daar met wat huisjes in en een wegje. Een knap landschap. No, not here. I go to Vancouver, either probably tomorrow, because I'm going to Bingerl and then I'm seeing if I'm going to Tatuan or not. That is a bit far for today. Yeah. But let me search for the pool. Where it is. I say thank you very much for the good food. Bon appétit! Bon appétit! Thank you very much. Goedemorgen vanuit Bingöl. Dat is een stadje ergens tussen het midden van Malatya en Erezum. Ik ga je even laten zien waar het ligt. Hier is Malatya en hier is Erezum. En Bingöl ligt middenin. Mijn oorspronkelijk plan was om naar Erzurum te rijden en van daaruit verder naar het oosten, richting Armenië. Maar voorlopig ga ik dat plan wijzigen na een ontmoeting met een Zwitser die van plan was naar Ven te gaan. En dat was eigenlijk ook mijn oorspronkelijk plan en dat ga ik ook doen. Dat ligt aan een groot meer, is blijkbaar ook een prachtige stad en ligt ook dicht bij de grens van Iran. En daar ben ik eens benieuwd of we daar eventueel zouden kunnen naartoe gaan.
Maar dat schijnt nog altijd een groot probleem te zijn. Maar ik ben benieuwd waar we geraken vandaag. Mijn bedoeling is eigenlijk om naar Vent te rijden. En dat is zo'n 350 kilometer. En dan zit de dag er al natuurlijk weer op. Hè. De vraag is of we daar gaan geraken, hè? Iran. Zou dat lukken? Ik ben benieuwd. Ja, dit is dus niet de zee, maar dat is het grote meer aan Ven. V-A-N. In een drukwekkend meer. En zo dadelijk bereiken we Ven. Van daaruit kan je ook naar Iran. Ik heb het al eens gezegd, de D-wegen, dat zijn zowat de belangrijkste wegen die doorheen Turkije lopen. Dat zijn brede wegen, gemakkelijk bereikbaar, door een mooi landschap. Nog eens een blik op het meer in de nabijheid van Ven. Toch een indrukwekkend meer. En mooi gelegen, zo tussen de bergen. Want we zitten uiteindelijk toch op een hoogte van 1500-1600 meter. Vast. Yabancı mısın? Turist. Turist. Nerelisin? Where are you from? Belgium. Belçika. Belgica. Tamam. Devam et gel. Hier gaan we nog maar eens een tasje koffie maken, hè. Heb ik een mooi plaatsje gevonden voor een tasje koffie. Je hoeft hier niet alleen te zijn, want er is plaats genoeg. Hè? Aan het meer
in Ven. Of Ven, Van. Dus ik sta nu aan de rand van de stad. En daar ga ik even naartoe. Terwijl donkere wolken zich beginnen samen te voegen, sta ik hier nu beneden aan het fort van Ven. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Het fort is gebouwd tussen de 9e en de 7e eeuw voor Christus. En het is gebouwd tegen een steile rotswand. En hier hebben heel wat volkeren gewoond. Hè. Onder meer de Perzen, de Russen, Ottomanen, Armeniërs. Het zijn allemaal volkeren die hier verbleven hebben. Ik ben nu halverwege de top van het fort, maar ik moet nog een stukje doen. Ofwel pakken we de geplaveide weg, ofwel pakken we het paadje. We zullen het paadje pakken, hè. Dat lijkt korterbij, maar is steiler. Ik ga het toch zo doen. Ja, het is een steile klim naar boven geweest. Ik ben er eigenlijk nog niet helemaal, maar toch bijna. De klim naar boven was steil en lang en hoog. En dan kreeg je dit uitzicht bij valavond. Nog restanten van de site. Zo, onze dag zit er alweer op. De voorbije twee dagen hebben we wel wat afstand afgelegd. We waren vertrokken in Elbistan. En van Elbistan naar Bingöl. En van Bingöl naar Ven. Samen toch goed voor ruim 800 kilometer. Nu over die grote D-wegen gaat dat vrij snel. Tussen aanhalingstekens. Het zijn prachtige wegen door een mooi gloeiend landschap op redelijk grote hoogtes telkens, rond de 1700-1800 meter. Dat maakt dat je mooie vergezichten hebt. En ik dacht dat er eigenlijk weinig stond te gebeuren, tot na mijn bezoek aan het fort van Ven. Dan werd ik plots aangereden door een wat oudere man in het drukke centrum in een drukbezet kruispunt. En wat ik dacht dat eerst eigenlijk heel vervelend was, is eigenlijk toch uitgemond in een heel behulpzame omgeving. Mensen die onmiddellijk de politie wilden bellen. Mensen die mij ook hun telefoon ter beschikking stelden. Dus ik onthoud uit dat klein accidentje eigenlijk vooral de behulpzaamheid van de mensen. Mijn motor had eigenlijk geen schade. De man zelf, zijn koplamp was kapot. Maar het was gewoon even schrikken. En het is eigenlijk al bij al helemaal goed afgelopen. Of ik naar Iran kan of niet, dat weet ik eigenlijk nog altijd niet. Ik vermoed dat het niet gaat lukken, omdat je het visum zal heel moeilijk zijn om dat vast te krijgen. Ik dacht nogthans dat het aan de grens misschien kon geregeld worden. Maar wellicht gaan ook de kosten dan nog oplopen voor de verzekering van de motor.
En je moet ook nog een carnet de passage hebben. Dus vermoedelijk zal dat niet doorgaan. Maar ik ben ondertussen mijn reisgenoot kwijtgespeeld hier in Ven. Dus ik weet eigenlijk niet of hij erin geslaagd is om naar hier aan te rijden of niet. Was er eigenlijk wel benieuwd naar. Spijtig dat dat niet gelukt is. Maar goed, dat hoort er nu eenmaal bij. Goed, we hernemen in elk geval morgen ons pad. Tot morgen. Bedankt om te kijken en dan zien we morgen elkaar opnieuw. Dag.